In de raadzaal aan de Javastraat in Den Haag heeft burgemeester Kolfschoten in tegenwoordigheid onder andere van de dichter Roland Holst de door de Jan Kampert Stichting toegekende literaire prijzen uitgereikt, onder meer aan de auteur Simon Carmichelt. En als eerste wens ik u namens het gemeentebestuur van deze stad van harte geluk met deze onderscheiding. Simon Carmichelt, die de prijs kreeg voor zijn gehele oeuvre, hoefde zich niet in allerlei kronkels te brengen om in zijn dankwoord zichzelf te blijven. De Constantijn Huygensprijs is in de achter ons liggende jaren uitgekeerd onder meer aan Roland Holst, aan Bloem, aan Vestdijk, aan Nijhoff en aan Elschot. Ik voel me eigenlijk een beetje, ja, of ik ben in deze rij ben uitgeroepen tot de kleinste reus van Nederland. Of de jongste King Lear. Maar een uiterst competente jury heeft het beslist. En men kan nooit katholieker zijn dan de paus. Hoewel ik wel eens de indruk krijg dat het bij deze paus best lukken zou. Met een als altijd briljante conferentie besloot Wim Kan deze bijeenkomst. En ik heb er ook over gedacht dat het eigenlijk gek is. We hebben vele goede sprekers vanavond gehad en zo. Maar er is eigenlijk vergeten om een hoge belastingfunctionaris uit te nodigen. Een man van de accijns, weet je wel. Die ook een vermanend woord had kunnen spreken. Zo'n man van de accijns die literair voelt, maar geen gedichten kan voordragen. Omdat hij voortdurend foute accijns zult hebben. En als bijna echte inspecteur, zij kan... En wat de heer Carmichelt betreft, hij heeft in de loop der jaren zoveel mensen aan het lachen gemaakt. Maar nu ben ik alleen maar bang dat hij straks eventueel, onnadenkend, dit gelach zou moeten betalen. Kortom, het was een heerlijk avondje.